fanaticos. Normaal heb ik het wel voor enfants terribles in de sport. Er is echter één voetballer die daarop een uitzondering vormt. Jari Littmanen. De sierlijke nummer 10 uit het koude Finland was een echte stilist op het veld en gedroeg zich in alle omstandigheden als een heuse gentleman. Rustig, beleefd, bijna te braaf om profvoetballer te zijn. Een Fin was hij eigenlijk enkel en alleen op zijn paspoort. In mijn hoofd had hij meer weg van een Braziliaan, een Argentijn of een Spanjaard. Zo makkelijk en speels ging hij om met de bal. Littmanen was een belangrijk onderdeel van het gouden Ajax dat in 1995 de Champions League won in een ijzingwekkende finale tegen het grote AC Milan. Het is eigenlijk een van de eerste wedstrijden die ik me als kind nog herinner van op televisie. Met een doelpunt van invaller Kluivert, op assist van Frank Rijkaard, die, als ik me niet vergis, uitgerekend in die wedstrijd afscheid nam. Het Ajax van toen kan ik eigenlijk nog uit het hoofd opnoemen. Broertjes de Boer, Van der Sar, en nog Piepjonge Seedorf, Davids, Reiziger en Littmanen. Hij was de ervaren regisseur van die jonge en uiterst getalenteerde gouden lichting Ajaxie. Littmanen was op de top van zijn kunnen toen ik zelf als jeugdvoetballer de lang verwachte overstap mocht maken naar een groot veld, destijds op FC Blaasop. Toen mijn coach vroeg op welke plek ik graag wou spelen, was het antwoord eigenlijk vrij eenvoudig: de plek van Littmanen. Daar moest ik geen seconde over nadenken en zo ben ik eerder toevallig op het middenveld terechtgekomen. Dat is heel mooi. Dolgelukkig was ik destijds toen Littmanen tekende bij FC Barcelona. Een van mijn grote idolen bij mijn favoriete voetbalclub. Een geweldige combinatie leek in de maak. Maar het liep mis. Littmanen had de pech in een woelige periode bij FC Barcelona te belanden. Men kocht veel en slecht in. Het was een komen en gaan van spelers. Wel, ik ben ervan overtuigd dat Littmanen vandaag in dit Barcelona, het Barcelona van Guardiola en Luis Enrique, wel zijn plaats als basisspeler zou hebben. Het was eigenlijk al een soort Iniesta avant la lettre. Magie aan de bal, eenvoud, voetbal als kunst. Het juiste gevoel voor timing, iets wat Littmanen zo sterk maakte op het veld, leek wel te ontbreken in zijn latere carrièrekeuzes. Te lang bij Ajax gebleven, eigenlijk geboycott in Barcelona, niet echt geslaagd bij Liverpool, terug naar Ajax, ook al geen succes en uiteindelijk zelfs bij een redelijk triestige club als Hansa Rostock terechtgekomen. Het geeft zijn loopbaan achteraf gezien een tikkeltje, een treurig aanzicht. Ik heb uiteraard Jari Littmanen nooit persoonlijk ontmoet. Al was hij toch een klein beetje aanwezig bij ons thuis in de vorm van een van mijn twee goudvissen uit die periode. Jari, zijn voornaam, en Finidi, genoemd naar zijn ploegmaat bij het grote Ajax, de Nigeriaanse rechtsbuiten. Ik heb later ook nooit de beelden van zijn afscheid als profvoetballer kunnen terugvinden, maar ik hoop wel dat zijn afscheid gevierd is zoals een voetbalgenie zoals Jari dat verdient. Mocht ik toch ooit nog eens met hem kunnen afspreken, dan zou ik zeker vragen hoe hij terugkijkt op zijn hele loopbaan en of hij nu achteraf gezien wel gelukkig is. Een gevoel in elk geval dat hij mij destijds, tijdens al die mooie voetbalavonden, steeds opnieuw heeft bezorgd. Leve Jari, leve Barcelona.